Hoi, welkom bij weer een nieuwe boodschappen shopblog. Welkom bij deze zondagmorgen. Het is weer een Koos Make-up Loos video, want zoals je ziet zijn mijn ogen weer super opgezwollen. Ik heb vrijdag een wimpje laten doen. En vaak is dan de dag naar zijn mijn oogleden wat dikker. Maar ik heb gisteren een barbecue gehad en ik voel het zadelijk op mijn stem. En dus ja, ook waarschijnlijk op mijn ogen dat het nog een dagje langer duurt. En SVP komt ook de Jumbo aanrijden. Dus ik ga de boodschap ontvangen. Maar ik wou de video starten omdat ik eigenlijk alvast de inside of mijn koelkast wil laten zien. En de voorraadkast, zodat jullie kunnen zien waar we eindigen na een week met al die boodschappen. En hoe ik het allemaal dan weer aanvul. Zodat je een beetje ziet wat mijn totale voorraad is en wat er doorheen gaat. Waarom ik soms heel veel koeken bestel of juist heel veel fruit of nou ja, noem maar op. Maar ik ga eerst de boodschappen dan in ontvangst nemen en dan ga ik dat aan jullie laten zien. De boodschappen zijn er allemaal. Dat ziet er dus ongeveer zo uit. Twee kratten, drie tassen en dan een crystal clear. Excuse me, miss. Oh, jij bent niet miss. Jij bent mister. De honden zijn natuurlijk allemaal gelijk excited. Moest zeggen, ze pakken eigenlijk nooit wat eruit. Dus ik kan alles op een gemakje klaarzetten. Maar dat ziet er dus zo uit. Alle boodschappen voor een hele week. Het was echt een rommeltje. Maar dit zijn alle spulletjes die ik gebruik voor in mijn... yoghurtjes, dus de walnoten, de amandelen, de havermout, cranberry, de chocolade, kokos, de chiazaad, de lijnzaad. Dus deze is bijna leeg. En de rest heb ik eigenlijk allemaal nog wel. Dit is allemaal mijn pasta's en alles wat ik daarvan moet bewaren, wat allemaal bijna half vol is, zeg maar. En wat ik altijd heel veel bestel zijn koekjes. Dit zijn de koekjes die over zijn van vorige week. Dus die zijn gelegen, ja. We hebben nog twee koekjes over. Dit zijn alle snoepjes die we dan hebben. Nou, dat is ook niet zo heel veel. En deze zak hebben ze dan nog meegenomen van de bioscoop van de week. Nog een heel klein beetje in. Dat zijn dan zeg maar de snoepjes. Dus daar zou ik er goed eens heel veel van besteld moeten hebben. En dan de koelkast. Dat is echt heel leeg. Nu ja, deze kan eruit. Dit is de Mexicaanse boslaan wat we daarvan over hebben. Alles moet even terug op zijn plekje, want er ligt nu heel veel beleg hier. Omdat de kinderen niet bij deze plank kunnen, terwijl het daar eigenlijk wel hoort. Hier zitten allemaal vegetarische spulletjes in. Kiwis kunnen er nu eigenlijk uit. Want de kiwis daar, die zijn helemaal op. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel meer. We hebben nog wat appels, wat wortels. Filet americain moet weg. Hier een stukje met tomaten. Hier zat een komkommer in. Die is nu weg. Nou, en dan hebben we dan nog sla wat niet meer goed is, sla wat nog wel goed is, een courgette en drie paprika's. En wat extra beleg nog, dan nog wat ham, knelworst, wat kaas en zierenkaas en extra smeerkaas. En dat was het eigenlijk. Dus het is maar goed dat de boodschappen vandaag weer komen. Overigens hebben we dit nog over van fruit. Een random sinaasappel. Ik denk dat die komt van een van de kinderen hun school. We hebben op dinsdag fruitdag. En ik geef ze dan ook gewoon hun eigen fruit mee. En soms nemen ze dan het fruit mee. We hebben nog wat mandarijnen. En alle peren zijn niet meer zo goed, denk ik. Nee, die gaan we allemaal tussenuit halen straks. Dat is een beetje wat we tot nu toe nog in huis hebben. En dat ga ik dan aanvullen met de boodschappen die ik nu ga uitstallen. Zodat jullie dat ook kunnen bekijken. Dus altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. Als jullie deze video's leuk vinden. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan ga ik alles voor jullie uitstellen en jullie meenemen erin. Ik heb alle boodschappen weer uitgestald. En ik zie toch wel een aantal boodschappen waarvan ik denk van... Hé, daar heb ik zeker nog wel genoeg van in huis. Had ik eraf kunnen halen. Dus dat is weer een leermomentje. Toch nog even iets strakker de boodschappen terugkijken. Maar het was voor nu €117,02. We gaan beginnen met avondeten en dan zie je gelijk deze liggen. Deze had ik besteld omdat ik dacht van... Hé, ik wil vanavond... kip met rijst en Thaise groenten eten. En ik had geen Thaise groenten. En ik kom de boodschappen toch nog op tijd. En ergens deze week heb ik besloten dat ze al eerder te eten. Dus ja, met iets anders, met andere groenten. Dus deze heb ik niet nodig. Dus die gaat maar in de vriezer. We eten morgen spaghettibonen met een schnitzeltje. En gebakken, of ja, gewoon dat gekookte aardappelen. We gaan deze een keer proberen. Van de vegane slager. Ik hoor echt heel veel goede verhalen over dit merk. Dus ik heb er goede hoop op. We eten een keertje falafel met couscous. Daar hoort natuurlijk ook een tomaatje bij en een paprikaatje. Dat ligt allemaal verderop. En natuurlijk de couscous, want dat hadden we dus niet meer tussen alle lasagne en pasta's in staan. We eten ook een keertje vegetarische balletjes met aardappeltjes en dan met zoete aardappel. Dat heb ik ook nog liggen.
Ik ga op woensdag eten met oud-collega's. En dan eet Pascal even deze lasagne's. Het was 2 voor... Ik weet niet, het was een aanbieding waardoor ik een tweede heb genomen. En die ene kwam dan gewoon in de diepvriezer voor de volgende keer. En we dan eten dan weer een keertje die Mexicaanse bol. Zoals jullie net zagen, heb ik daarvan de restanten van vorige week nog over. Want toen had ik de hele grote blikken gedaan, omdat mijn kinderen erbij waren. Maar die houden ook niet zo heel erg van bonen. Dus dit is denk ik meer dan dat voor 2 personen. Dan houden we weer over. Er moet ook limoen bij, er moet ook tomaat bij. En dan de ijsbergsla. We hebben komkommers, want alles is op en het is lekker voor tussendoor, snackjes en zo. We hebben paprikaasjes dus. We hebben Alpro soja yoghurt. En de kwark, havermelk, amandelmelk. De havermelk was dus helemaal op. Vraag ik ze trouwens ook een beetje in. Eierkoekjes, mini. Grillworst hebben we 2 pakjes van. Snijworst hebben we 2 pakjes van. Brooke vindt de plantaardige kaas, die van de Albert Heijn, niet lekker. Maar deze vindt ze wel lekker, dus ze vroeg wil je weer mijn kaas bestellen. Extra geraste kaas voor... Ik weet het eigenlijk niet, waarvoor moest ik dat nu hebben? I don't know. Smeerkaas en dan de kaas erop en brood. En de jam, want die was ook helemaal op. Dan hebben we weer Code Light Zero Caffeine en Crystal Clear. Ik heb de gewone hoeveelheden gedaan. Want deze week hadden we visite, dus het ging wat harder. En dit is, ik denk, het was allemaal niet nodig. Volgens mij heb ik het allemaal nog in de vriezer liggen. Voldoende voor deze week. Maar ik heb de blauwe bessen, mango en frambozen. Ja, dat kan ik voorlopig even vooruit. Eieren waren wel opgegaan van de week. Cashewnootjes, die hadden dus niet meer. Want ik heb nog wel amandelen en walnoten, maar geen cashewnoten. Ik mag op zondag pancakes maken van een banaantje en een havermout en zo. En toen dacht ik, dan maak ik voor die kinderen deze. Die vinden ze ook altijd super lekker. Extra koeken dus voor school. Ik heb maar 2 verschillende soorten, want ze zijn hier eigenlijk pas vanaf donderdagmiddag op vrijdag. Dus dan moeten we hier gewoon het weekend mee doen. Vrijdag nemen ze dan dus allebei koekjes mee naar school. En dan nou, wat we over hebben is voor het weekend. En dan wordt er weer nieuwe besteld. Baking soda, want dat was op. De nodige banaantjes en de sinaasappels. Ik heb dus nog appels liggen. En ik heb dus nog een hele bak met kiwis liggen. En dus nog mandarijnen. Een reepje extra vegan choco puur om te raspen over mijn yoghurtjes heen. En ik had ook wel een zakje nodig, dus die liggen er even bij. Deze kreeg ik er gratis bij. Barley Duke Citroen Natural Water. En de Alpro Plant Protein Chocolade Flavor. Dus dan kunnen we ook chocolademelk drinken. Ik zou niet weten wanneer ik dat moet doen. Maar oh, misschien kan ik dat doen met mijn nieuwe chocolade... flavored proteïnepoeder. Wat het ook wel extra met proteïne is. Hè? Dus. Dat was het dus voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Binnenkort ga ik een video maken hoe het vegetarisch eten mij allemaal bevalt. En wat ik merk qua gezondheid. Maar dan wil ik een aparte video maken. Dus stay tuned voor dat. Dan wens ik jullie een heel fijn weekend. En bedankt voor het kijken. Tot in de volgende video. Doei! Doeg.